Matthäus, zoon van Deuteronomium van Goud? Moet ik ja zeggen? Ja. Ja. U bent schuldig gevonden aan het uiten van de naam van onze Heer. En u zult als Gods lasteraar worden gestenigd tot de dood erop volgt. Ja, ik had juist gewoon geiten met mijn vrouw. En het enige wat ik zei was, dat stuk vis is goed genoeg voor Jehovah. Gods lastering! Hij zei het weer! Hebben jullie het gehoord? Zijn hier soms vrouwen vandaag? Goed dan! Uit hoede van mijn bevoegdheid... Ah, we zijn nog niet begonnen, hè? Oké, wie gooit het daar? Wie gooit die steen? Kom op! Sorry. Ik dacht dat we al begonnen waren. Ga maar achteraan staan. Je hebt er altijd wel eentje bij die dat doet. Oké, waar waren we gebleven? Ja, zie, het is toch geen godslastering als je Jehovah zegt. Je maakt het alleen maar erger voor jezelf. Erger? Erger? Hoe kan dat nou? Jehovah. Ik waarschuw je, als je nog één keer Jehovah zegt. Oké, wie gooit die steen? Wie gooit die steen? Was jij het? Ja, is dat wel Jehovah? Willen jullie daarmee ophouden? Stop, hè! Stop! Niemand stenigt er iemand totdat ik op dit fluitje blaas. Begrepen? Zelfs als er iemand, en laat dat volkomen duidelijk zijn, zelfs als er iemand Jehovah zegt. Ah!